Koen Smet, 110 meter harde. Bij volgend beetje jouw uitslag gaat beter dan vorig jaar. Ja, dat mag je wel stellen. Ja. Niet alleen op de uitslagen, maar alles fysiek, mentaal, vooral mentaal. Gaat allemaal veel beter en dat zie je nu ook in de races. Ze rollen eruit en elke week gaat het zoveel harder. Ja, en zo makkelijk weer. Ik liep nu niet eens heel goed. Ja, ik heb op een gegeven moment van, oh, ik heb heel veel snelheid, maar ik kan hem niet bijhouden. Ja, en ik word tweede, dus dat is geweldig. Vorig jaar stonden we hier ook, hadden we ongeveer hetzelfde gesprekje. Dan hadden we het over ritme, hè? Ja. Dat zo belangrijk is. Ja. Maar ja, blijkt, hè? Dat blijkt zeker, ja. Daar heb ik zoveel op getraind deze winter en vorig jaar dus ook. Maar dan zit je in zo'n transitieperiode tussen oude techniek, nieuwe techniek. Dus dan zie je, dan zag ik dat het allemaal niet lekker liep. En nu ja, rolt het er zo makkelijk uit, rolt er zo 13-6 uit. Waar ik eigenlijk tijdens de race dacht ik van wow, ik loop tweede, maar ja, ik voelde dat ik gewoon eerste kon worden. En ja, ik kwam dus niet, ja, ik kwam helemaal niet lekker uit, maar het ging hartstikke goed. Nou ja, 1300ste, je moet kunnen. Ja, ik stond hier vorig jaar ook van ja, ik ga de limiet lopen, bla bla. Maar toen had ik gewoon echt geen vertrouwen en nu, ja, ik loop elke week harder en zo makkelijk harder. Dat, Heeft het te maken met je training dat je zegt, gaat gewoon makkelijker of, ja, of is het gewoon zo? Ja, zeg maar. Nou ja, kijk, ik denk dat ik voor veel atleten kan spreken die een coachwissel hebben gemaakt. Het kost gewoon een jaar om echt lekker in je nieuwe trainingsprogramma te rollen. Dus ik heb deze winter heel veel getraind en eindelijk lukte het, zeg maar. Ik had knop om kunnen zetten dat ik eindelijk kon doen wat ik moest doen. En dan ben je tijdens de wedstrijd daar niet meer mee bezig. Dus dan gaat het automatisch. En dan gaat het automatisch ook veel harder. En ja, dat zie ik nu ook deze weken, dat het zoveel makkelijker gaat eigenlijk. Mooi is van social media, je kunt af en toe een beetje volgen wat voor training je doet. Dat ziet er af en toe indrukwekkend uit, veel kracht. Nou, dat valt wel mee. Vroeger deed ik heel veel kracht. Het is nu vooral specifieke kracht. Ik ben wel veel sterker dan wat ik ooit was. En dat heeft te maken met periodisering van mijn coach Guido. Ja, die levert gewoon goed werk af. Ik train op sublieme schema's. Natuurlijk ook onder leiding van Ineke. Ja, en dan moet dit gewoon zo eruit rollen en veel harder gaan dan andere jaren. En dat gaat het nu ook. Nou, nog niet, nog 0.02, maar ja, dit ging echt heel, heel, heel makkelijk. En nu verder? Ja, en nu verder. Ik loop nu even geen meeting meer zoals FBK Games, maar ik loop volgende week in Slowakije, de Europa Cup voor Fanos. Dat is een, ze doen veel voor mij, dus ik doe dat terug voor de club. Ik loop daar de 110 horden. Week daarna NK Teams. En dan zien we het wel. Dan lopen we waarschijnlijk de EK Landenteams. Want ik ben nu de enige in Nederland die fit is. En ergens komt ineens een bericht. Koen Smet loopt de limiet. Nou, dat wil ik, ja. Dat wil ik heel graag ook voor jullie, voor de journalist. Weet je, dat we weer in orde lopen. Dat we dit jaar in orde lopen op het toernooi hebben. En voor mezelf natuurlijk dat ik een keer op een outdoor toernooi sta. En mijn coach zei, het plan is elke week een 10 harder. Ik ben nu 2 weken verder en ik loop 3500ste harder. Dus. Ja, ik ligt op schema. Ik lig zeker op schema. Ik lig een week voor op schema. Dus dat, Koen, succes. Gaat gebeuren. Ja, komt helemaal goed. Dankjewel.